godsgenadige nog een toe. Ik ben boem. Aan dat woord van jou. Boem, dat is het. Het is niet te geloven, hè, wat ze voor die kinderen allemaal kunnen kopen. Hè. Maar ik denk bij mijn eigen, ik laat me niet gek maken. Voor die twee baby's koop ik allebei in een knuffel, maar wel ieder in een eigen kleur. In een eigen kleur? Maakt dat gedoe dan? Ja, natuurlijk maakt dat gedoe. Twan, hè? Roos, dat is voor Tess, het meerske. En blauw, dat is voor Sam, het jongske. Hm. En als die mij die nu eens veilig is inpakken, dan krijgt die van mij in een knuffel. In wat voor kleur? Oh. De eerste gevoelens voor jongens, dat waren middelbaar sjaal. Ik was al jong, maar ervan bewust dat ik een voorkeur voor meisjes had. Zoals iedereen, denk ik, zag je er heel erg tegenop om je ouders te vertellen van, ja, ik val op jongens. Het uit de kast komen is voor veel jongeren nog vaak moeilijk. Maar het grote taboe rondom homoseksuele liefde is de afgelopen decennia veel kleiner geworden. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, want we herinneren ons misschien nog wel hoe een kleine 40 jaar geleden tijdens de eerste Roze Zaterdag in Roermond homo's in opstand kwamen tegen de onbuigzame en oerconservatieve houding van de katholieke kerk ten opzichte van homoseksualiteit. Vandaag de dag hebben homo's en lesbiennes veel meer een volwaardige plek in onze samenleving. Hun rechten en plichten zijn in de wetgeving sterk verankerd, net zoals dat ook voor hetero's het geval is. Groot Verein vroeg aan een aantal van hun hoe zij terugkijken op hun jongere jaren en hoe ze nu in het leven staan. Thij Dols is 76 jaar en bij veel Limburgers bekend als leraar Frans en als lid van de cabaretgroep Rommedoe. Ja, de eerste gevoelens voor jongens, dat waren middelbaar sjaal. Maar ja, het was eigenlijk zo taboe dat men dat verdrong in den tijd. Hè. Maar het wordt absoluut doodgezwegen. In Utrecht ben ik Frans gaan studeren. En dat was de periode van de autoriteitscrisis. Begin 60er jaren, pastoor had niks meer te zeggen en de leraar had niks meer te zeggen. En toen begon langzaam ook de emancipatie van de homo's. Maar het was in Utrecht nog niet aan de orde, althans voor mij. Het wordt door mezelf weggeduwd. En voor de rest was er eigenlijk geen sprake van. Ook niet in de studententijd. En ik heb dus op Saint-Lamaris gewerkt. Een nonnenschool van oorsprong. Maar toen was de ontwikkeling al zo, dat was eind 60er jaren, dat die beginnen niet mij zo streng kosten zien, want die wilde dat het het einde van het tijdperk was. Ik ben daar niet met onthullingen gekomen of zo, maar de reactie was in het algemeen die ik gehoord heb van, oh, dat was wel lang. Hè? Stel ik nu al. Het ging eigenlijk van alleen dat uit de kast komen. Soepel eigenlijk. Hè? Dus ja, zo herinner ik me dat. Ik woon nu in een verzorgingshuis. Ja, het homo zien, dat is helemaal niet aan de orde. Althans, dat heb ik helemaal niet gemerkt. Dus dat is gepunt. Hey. Ja, ik was al jong, maar ervan bewust dat ik een voorkeur voor meisjes had. En
eigenlijk, ik geloof dat ik uit de kast kwam toen ik 17 was. Eigenlijk ging dat per ongeluk. Mijn ouders kwamen er per ongeluk achter. Door middel van een brief die ik gekregen had van een penvriendin. Mijn moeder is toen naar haar moeder gegaan. Helemaal in paniek. En mijn oma zei, waar maak jij je eigenlijk druk om? Er is toch helemaal niks aan de hand? En dat heeft mijn moeder ontzettend geholpen toen. Ik ben 2 keer getrouwd geweest, met een man natuurlijk. Met mijn laatste man heb ik 3 kinderen gekregen. En toen werd ik verliefd op mijn vrouw. Voor mijn kinderen was het moeilijk, want ze moesten en een scheiding verwerken. En daarnaast ook nog een andere keuze wat ik maakte. En dat is in de beginjaren was dat heel moeilijk. Moeilijk was dat mijn kinderen bang waren dat ze erop aangekeken werden, dat de moeder een vriendin had. Mijn zoon, toen hij met een ander vriendje ruzie had, dat vriendje tegen hem schreeuwde van, en jouw moeder is een lesbo. En dat hij toen huilend binnenkwam en vertelde wat dat vriendje gezegd had. Ja, en dat zijn dan toch dingen waar je dan wel mee moet dealen. Maar nu gaat dat hartstikke fijn. En al jaren trouwens hoor. Mijn relatie met de kinderen is prima. We kunnen het echt heel erg goed samen vinden. Ik vind het fantastisch, want ik heb altijd graag een gezin gewild, maar dat is er nooit van gekomen. En nou heb ik mijn gezin. Ja, en ze noemen me mama 2, dus dat is fantastisch. Er zelf geen probleem durven maakt, of de mid-hubs, maken anderen ook geen probleem ervan, want dan is die zwakke plek weg, hè? Nu vond ik altijd dat in Maastricht het klimaat voor homo's tolerant was. Nou, ik denk aan de mentaliteit van Maastricht. Nee. Ze gaat verloor die jongens mij. En ze is mij niet lastiggevallen. Wat kan die vrouw van mij een aanpas maken? En hoe die aan de poem van beurt? Dat is loeren. Ik hoef op kamervisite bij Sam en daarna bij Tess. En Sam, dat is de jong en Tess het meisje. Zus. Dus er liggen van Sam, er liggen van op het roze papier. En Tess op het blauw. Nee, want roze en blauw, dat kan niet samen. Nee. Dus dan krijg je... Even loeren, Sam die krijg je de roze knuffel en Tess de blauwe. Zus. Zo, nu heb je een plakband en dan is het vrouwtje alweer content. Toen ik het mijn ouders vertelde, was ik een jaar of 17. En ja, het was fruitje van een cent. Maar ik zag er wel tegenop. En als je het dan verteld hebt, dan denk je van, waarom heb ik het eigenlijk in godsnaam niet eerder verteld? Ik kom uit Amsterdam, uit een keurige burgerlijk gezin. En zoals iedereen, denk ik, zag je er heel erg tegenop om je ouders te vertellen van, ja, ik val op jongens. Ook zoals heel vaak het geval was, vinden moeders dat helemaal niet erg of roepen, och, dat wist ik al jaren. En vaders reageerden daar heel anders op. Mijn vader reageerde daarop met te eisen dat ik onmiddellijk naar een psychiater moest. En uiteindelijk ook maar beter was dat ik het huis uit ging. Ik ben na mijn dienst uit geschiedenis gaan studeren in Utrecht. Dat had ik ook gedaan als ik hetero was geweest, denk ik. Ik denk dat het... Je relatie als 2 mannen is is echt een makkelijkere relatie dan een man-vrouw relatie. Er hoeft niets bewezen te worden. Je hoeft je niet te bewijzen ten opzichte van de ander. We zijn wel rolpatroon, maar een ander soort rolpatroon. Niet de maatschappelijke rolpatronen, die zijn er niet.
Er bestond toen de tijd één homokroeg in Maastricht en dat heette de Bagatelle op de Bredestraat. En daar heb ik Paul ontmoet. Ja. En sindsdien, en dat was 78, sindsdien zijn we bij elkaar. We zijn vrij snel samen gaan wonen in Udenstraat. Het dorp heeft daar wel wat van opgekeken. Dat hebben ze misschien niet allemaal gezegd, maar ze hebben het wel allemaal geregistreerd. En af en toe was er wel wat opgeschoten jeugd die langs riep en heel hard flikkers riep en op de deuren en de ramen bonkte. Maar verder... Ik ben de eerste die toen gezegd heeft, we moeten toch iets doen aan de homo-emancipatie. En toen ben ik in begin jaren 90 actief geworden en toen hebben... En toen is CEO vrij snel daarna ook actief geworden. Het COC heeft altijd de politiek gehad. Je moet jezelf nooit verbergen. Je moet altijd overal vooruit komen. Je moet er eerlijk voor uitkomen. Niets was wettelijk geregeld en dat is allemaal sinds die tijd is dat wel gebeurd. En dat is voor een groot gedeelte dus wel te danken aan het COC en vooral ook de vrijwilligers van het COC die dat allemaal gedaan hebben. Ik denk dat jongeren het nog altijd moeilijk hebben. Dat doet het COC trouwens erg goed werk in. Dat komt omdat het in een groep jongeren is de homo-groep toch altijd de minderheidsgroep. COC Limburg doet een aantal activiteiten waarvan ik toch wel vind dat ze heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld het Veilige Scholenproject, waar mensen van het COC gaan dan naar scholen toe om voorlichting te geven over diversiteit, homoseksualiteit en dergelijke. Er worden ook leuke dingen georganiseerd, de feesten. We hebben een eigen café, Café Rosé. En Linda en ik doen daar ook vrijwilligerswerk. En wij organiseren de 40-plus middag, dat is de laatste zondag van de maand. Organiseren wij een middag voor de oudere homo en lesbiennes. De maatschappij is wel toleranter naar homoseksualiteit, zeker weten. Maar de strijd is nog niet gestreden. Je merkt toch dat in bepaalde situaties mensen het toch nog altijd moeilijk vinden om uit de kast te komen. Nou, tolerantie is vaak een dun laagje. Ja. We hebben daar ook nooit over hoeven zwijgen. Nee. Nee, het enige is dat ik wel eens reis voor mijn werk. En ja, als je naar andere landen gaat, moet je soms wat voorzichtiger zijn. Maar dat weet je dan en dat vind ik ook helemaal geen punt. Maar hier is het echt geen enkel probleem. Ja, ik heb het er nooit over, maar als het me echt heel expliciet gevraagd wordt, dan denk ik dat ik biseksueel ben. Ik ben nou dan lesbisch, want ik ben getrouwd met een vrouw, maar ik ben gewoon ik, klaar. En ik wil er eigenlijk helemaal geen plaatje aan plakken. Ik ben toevallig verliefd geworden op een vrouw, is een mens, dus ik vind het goed zo. Wat men dan nu tegenwoordig coming out noemt, uit de kast komen. Het punt is, het vervelende daaraan is namelijk, dat moet je elke keer weer doen. Hè? Dat is niet één keer, dat moet je voortdurend doen. Ik bedoel, elke keer als je weer ergens komt, je leert nieuwe mensen kennen, je komt op een nieuwe omgeving, nieuw werk of wat dan ook. Elke keer moet je weer roepen, hallo, ik ben Paul en ik ben ook nog homoseksueel. En in een kroeg werken is de beste inburgeringscursus in Maastricht die er is. En wij stonden samen achter de bar en dat vond ook iedereen heel gewoon. En iedereen wist ook, ja, dat zijn twee jongens die wonen samen. En Komen nu af en toe nog mensen tegen uit die tijd en die roepen dan, God, zijn jullie nog steeds bij elkaar? En die zeggen Hans tegen mij en Paul tegen mij. Ja. Ik geloof niet dat ik een ander leven gehad zou willen hebben. En dat leven wat ik geleden heb, dat is afhankelijk van de tijd en van de omstandigheden. En van het karakter. Peppig. Ach kind, ach neem ik niet koelijk dat ik niet op kroonvisite ben gekomen. Maar ben slots van kite. Nee, en ik wou dat manneke Sam verder niet aansteken, hè.
Wat zegt ze? Ja, ja, Twan heeft zich goed geamuseerd, hoor. Ja, dan had er nou ouder een kroonvisite bij de klink van zijn nisje, hè. En die kwam toes met de muisjes, de blauwe en de roze van onder tot boven. Wat zegt ze mij nu? Er heeft Sam me een roze knuffel gegeven. Dat is weer typisch het verruimen. De geeft roze toch niet aan jongens. Kijk, ik heb zo'n ruilen nu, ik sneer me kapot. Dat vindt ze roosjes leuk. Ja, maar dat is toch niks voor jongens? Oh, dat vindt ze dat vanmiddag een tietje met gegaan. Ach, jij zo zien, Vera. Ja, kind, niks te denken nu. Dag. Als ik nu jong zou zien, dan kan ik me voorstellen dat ik nog een relatie gezocht zou hebben en getrouwd zou zien en kinderen adopteren. Maar ja, daar kan ik eigenlijk niet veel over zeggen, want ik ben nu niet jong. Hè? Dus de omstandigheden zijn gunstiger voor zo'n nieuwe situatie eigenlijk. Maar misschien ben ik ook de eeuwige vrijgezel, dat kent ook. Hè? Onze gasten hebben hun homoseksualiteit dus een goede plek weten te geven in hun leven. Maar voor veel, vaak oudere homoseksuelen, is dat niet zo vanzelfsprekend. Ze voelen zich toch, ook in deze tolerantere tijd, soms geïsoleerd omdat ze weinig contacten hebben. Het COC doet daar wat aan. Ga daarom naar onze site www.godverein.nl. Daar kunt u namelijk informatie vinden over bijvoorbeeld het 40PLUS Café, Café Rosé waar ik hier ben, en ook over andere activiteiten die georganiseerd worden. U vindt er verder links naar interessante artikelen en naar een reportage op TV Maastricht over homoseksualiteit. Ons programma zit er weer op. We zien u heel graag de volgende keer weer.